Vertrokken vanuit Brussel bereiken we na 16 uur vliegen het noordwesten van Zuid-Amerika, alwaar Ecuador zich bevindt. Ecuador is het kleinste land van de Andes. Deze republiek is ongeveer zo groot als Italië. Een land op de middenlijn van de aardbol. De naam verwijst uiteraard naar de evenaar die het land doorkruist. De maagd van Quito waakt hoog boven deze voormalige hoofdstad van het Inca-rijk. De hoofdstad Quito is als eerste stad ter wereld door UNESCO als wereldpatrimonium verklaard. Hier bevinden zich het presidentieel paleis, alsook zijn er prachtige kloosters en kerken. Ongeveer 100 kilometer ten noorden van Quito ligt het kleine dorpje Calderón, bekend om zijn figuras de mazapán. Deze kleine beeldjes in brooddeeg vinden waarschijnlijk hun oorsprong in het gebruik om overledenen voedsel mee te geven in hun graf. De dorpelingen hebben zich erop toegelegd deze giften voor de doden zo mooi mogelijk te maken. 2 november is dan ook de dag dat iedereen uit het dorp zich naar het kerkhof begeeft om deze sierlijk gekleurde brooddeegkoekjes bij hun overleden familieleden te plaatsen. Amen. Oremos el Padre nuestro con mucha fe. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Otavalo is de grootste textielmarkt van Zuid-Amerika. Hier dragen de leden van alle indianenstammen hun eigen klederdracht. Geen enkele stam is zo bekend als deze Otavaleños. De gouden halskettingen, geborduurde blouses, veelkleurige ceinturen van de vrouwen en de vilten hoeden, katoenen sandalen en poncho's van de mannen met hun haar in een lange vlecht op de rug vormen er ontegensprekelijk een prachtig plaatje. We zien er allerlei beroepen, zoals het maken van snoep, met als specialiteit een soort toffee van suikerriet, melcocha genoemd. Uit de zaden of de semillas van de tagua werden vroeger knopen gemaakt die over de hele wereld werden uitgevoerd. Heden vervaardigt men er allerlei juwelen, kettingen en allerlei andere sieraden uit. Langs de Avenue de Vulkanen genieten we van de prachtige landschappen en de met sneeuw bedekte vulkanen zoals de Cotopaxi en de Chimborazo met hun 6000 meter hoge pieken. In vet gebakken of aan spit geroosterd varken met ilayua en maïskoekjes is een specialiteit in het gebergte. In
in dit berglandschap ontmoeten we de Zuid-Amerikaanse kamelen, de kamelili, lama's en alpaca's. Vanuit Naraspungo gaan we aan boord van een rustieke trein, welke naar het zuiden loopt over een oude spoorlijn. Maar wat voor een spoorlijn? De moeilijkste ter wereld, omdat er zoveel hoogteverschillen zijn. Vroeger moesten de mensen bovenop het dak zitten, omdat in de wagons dieren zaten. Nu is dat verleden tijd en wegens veiligheidsgarantie niet meer mogelijk. Denderend rollen we een bijna verticale rotsmuur op en af. Hoogtepunt van deze treinreis is de Duivelsneus, of El Nariz del Diablo. Hier gaan we 300 meter langs een bijna verticale bergwand vooruit en achteruit. Een van de meest indrukwekkende treinreizen op aarde. Op de Panamerica rijden we zuidwaarts via El Tambo, de toegangspoort tot Inca Pirca, de grootste Inca-ruïne van Ecuador. Hier staan de ruïnes van twee beschavingen zij aan zij, die van de Canjaris en die van de Inca's. Blokken kalksteen zijn op zo'n manier uitgehouwen en gestapeld dat er geen speld tussen te krijgen is. Op grote hoogte groeit de pajaboom, of de spons van de Andes genoemd. Langs de oevers van de Tomibamba ligt Cuenca. Deze stad is het juweel van het koloniale tijdperk. Cuenca is barok, niet alleen in kunst en literatuur, maar vooral diep in haarzelf, diep in de ziel van haar bewoners en bezoekers. Het typische merk is het dragen van hoofddeksels. En die zijn er ook in alle kleuren en vormen. Van sjaals over tulbanden, platte witte schijven, ronde veelkleurige bolhoedjes, tot de overbekende rieten Panamese hoed. Langs de straatkant zijn de Cholet Quincas, de typische vrouw van hier, hun pasha de tokia aan het sorteren. Dit is het materiaal om hoeden te weven. De grote specialiteit is hier in Cuenca het hoofddeksel. Niet het eerste, het beste hoofddeksel natuurlijk, maar een van de elegantste hoofddeksels die we kennen. De Panama-hoed, die ondanks zijn naam uit Ecuador afkomstig is. De typische Panama-hoed wordt gewassen en gekleurd en daarna 12 dagen gedroogd. Binnenin wordt er een heel klein fijn laagje lijm opgelegd voor de stevigheid. Omdat het heet is in de stoommachine, wordt er eerst een lederen band overgelegd, om door de stoom er zo de vorm aan te geven.
wandelen langs geen authentieke indianenmarkten, de altijd besneeuwde vulkanen bewonderen, leven tussen hooglandindianen, jungle-indianen, merciezen, blanken en zwarten, dat is Ecuador, land op de evenaar.